De Graafschap hoopt zich dinsdagavond tegen tweede divisionist De Treffers voor het eerst sinds 2009 te plaatsen voor de kwartfinale van de Nederlandse beker. Dat moet gebeuren met Richard Roelofsen op de bank, want trainer Adrie Poldervaart heeft zich voor de komende dagen ziek gemeld. Adrie heeft zich ziek gemeld, er waren al klachten. En dat heeft er in ieder geval toe geleid dat we woensdag pas weer contact met elkaar hebben om verder met elkaar te spreken. Ja, het is er wel kijken van hoe zijn situatie ontwikkelt. En daar is eigenlijk wel afhankelijk van hoe lang ik zeg maar, dus verantwoordelijk blijf. En hoe is het voor jou dan om op dit moment in te stappen? Want er zijn fijnere momenten, denk ik. Oh ja, nou ja, een bekerwedstrijd om bij de laatste acht te komen is een prima moment om in te stappen. Nou ja, het is wat erbij hoort. Dus kijk, twee weken geleden of drie weken geleden tegen Almere zijn we ook al, was Adi ook ziek. Ze hebben het ook al gedaan. Ja, het hoort er gewoon bij. Daarvoor weet je dat je op de bank zit. Dus ja, daar moet je ook niet voor weglopen. In de eerdere bekerwedstrijden van dit seizoen was Mees Bakker de keeper. Roelofsen maakt een andere keuze en zet Hille Jurjus tussen de palen. Omdat ik dan zeg, we gaan met het sterkste elftal beginnen. En is dat dan een hard gelag voor Bakker? Ja, we hebben vanmorgen wel uitgelegd waarom het is. Het is net ook wat we zeiden van, ja, het is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Dus ja, dan moet je niet gaan zeggen van nou, we kijken wel. Nee, dan is het gewoon drie keer de beste opstelling. En dan hopen dat we er het beste van kunnen maken. Er is voor ons heel veel te winnen. En als er heel veel te winnen is, is er ook veel te verliezen. Wij kunnen naar de kwartfinale van de beker. Het is voor ons een enorm belangrijke wedstrijd. Het is een financieel belangrijke wedstrijd, maar vooral ook sportief. Want ja, dan staan we in de kwartfinale als we winnen van de KNVB-beker. En ja, we hebben echt behoefte, denk ik, met z'n allen aan een succes. Morgen kom je ook een aantal oud-pupillen tegen, of in ieder geval één, Matthijs van Nispen, Koen Maatstor volgens mij ook. Is dat voor jou nog extra bijzonder bij zo'n wedstrijd? Ja, het is altijd leuk om dat soort jongens terug te zien natuurlijk. Hè. Daar heb je toch een periode hier mee gehad. Hè. Jordi Thomas heeft nog gespeeld. Dus ja, dat is altijd leuk om dat weer te zien. Alleen ja, ik hoop dat ze morgen niet zo goed in vorm zijn. En Poldervaart zal dan waarschijnlijk van het huis in ieder geval meekijken. Heb je nog een boodschap aan hem ook? Nou, hij is natuurlijk een hele betrokken man. Dus ik weet zeker dat hij zal kijken. Ik denk dat hij er ook moeite mee heeft dat hij er nu niet is. Nou, denk ik niet. Dat weet ik zeker. Ik hoop in ieder geval voor iedereen, dus ook voor Adrie, dat we morgenavond een fantastisch resultaat halen.